onder elkaar. Wat grappig als je dat doet. Volgende wordt de MP3 Man. 555 miljoen. Deel 2. Gezond en slank en fit leven. En Daniel, dit is dus Bart Kuipers. Ja? Cool. Ondernemer van Coolblue. Nou, hier zit ik dan met Buddy Jorn. Tof dat je er bent in deze nieuwe bonusvlog. Yes. We zijn aangekomen op kasteel Valenburg in Putten. Jorn heeft mij gisteren na onze gezellige visite met de kinderen en de vrouwen erbij gevraagd mee te gaan naar het 4M Live Business Event. Dus we gaan vanavond Bart Kuipers ontmoeten, de oprichter van Coolblue. En ja, heel erg tof hier te zijn. Dus, let's go. Nou, tof dat je kijkt. Ik ben dus Daniel Bellinga van slankenfittv.nl en ga vanavond hier leuk in deze speciale bonusvlog voor jullie het 4M Live Business Event beleven. Hier achter mij bij het prachtige kasteel hier in Putten. We gaan een leuke diner hebben met elkaar en ook horen van niemand minder dan de oprichter van coolblue.nl, Bart Kuipers. Ik ga gewoon naar binnen, dus kijk even gezellig weer mee. Erg gaaf hier te zijn bij de ingang van het prachtige kasteel hier in Putten. Gaan het beleven. En, laat onder de video weten, doe jij veel aan persoonlijke ontwikkeling? Ga jij veel naar businessclubs, rotaryclubs? Wat doe jij? Dit is een heel leuk speciaal event georganiseerd voor ondernemers hierachter op de banner van 4M Live. Cameramannen onder elkaar. Stel je even kort voor. Nou, Laurens Oosterbroek en achter mij loopt Peter. Hey Peter! Wij zijn van Kroos Beeldmakers. Kijk. Communicatiebureau, fotofilm. En wij filmen veel van Vier de Musketier. Dus in het buitenland. Yep. Binnenland. Ja, gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Cool, kijk. Ja. Zo toch als Brothers in Arms, hè? Brothers in Arms. Cool. Neerleggen en dan terug naar Jorn. Nou, hier gaat het vanavond dus beginnen. Hier is dus het seminar wat we vanavond gaan bijwonen van de 4M Live. Ik ga eerst eventjes wat drinken. Heel erg leuk, hoe we ook, dankzij jullie lieve kijkers, met ons slankenfittv.nl steeds zo groot groeiend bekender aan het worden zijn. Dus gaat het zelf wel beleven studenten. En ik weet nog dat Pieter naar me toe kwam en die had een idee en die zei: Bart, MP3, dat gaat het echt helemaal worden. Ik zei: wat is dat dan?
En niemand die dat kende, ik ook niet, maar hij had het uitgelegd. En, hoe kan je daar nou geld mee verdienen? Weet je, MP3'tjes die je gratis downloadt van het internet, ja, dat was toch wel moeilijk. En toen 2 weken later kwam hij aanlopen met een ding zo groot als een pakje sigaretten. Ja, daar kon je de nummers opzetten. Die kostte 400 gulden, maar dan kon je 5 of 6 nummers ongeveer opzetten. Maar ja, de schandalig duur natuurlijk. Maar goed, meer was er niet. En dan kon je het wel echt meenemen, die MP3'tjes. En dan had je wat. En wij dachten, je had de Walkman, de CD-man, het volgende wordt de MP3-man. Dat vond ik grappig, want er waren ook maar 3 mannen, mp3man.nl. Hartstikke leuk. Ja, 3 jonge jongens die dat bedrijf begonnen. We moesten heel hard nadenken over die domeinnaam. Domeinnaam waren ontzettend duur in die tijd, die kostte wel 100 gulden per jaar. En wat is Coolblue dan? En die naam is inmiddels bekend geworden. En niet door iedereen begrijp ik, maar onze vlogger die moest hem even opkomen. Ja, we hebben ontzettend veel webwinkels achter ons zitten, 327 inmiddels, en we openen nog steeds nieuwe productgroepen. Elke productgroep krijgt dan zijn eigen website. We zijn behoorlijk hard gegroeid, vorig jaar geëindigd op 555 miljoen. Nou ja, je ziet 2000, toen hadden we ook omzet, maar dat valt helemaal weg. De omzet die we toen deden, die was zo'n 350.000 euro in een jaar. Nou, dat vonden we heel wat als 3 studenten. Maar ja, dat doen we nu in een uurtje of 2, zeg maar. Dan groeit je bedrijf wel. 7 van januari, maar we nemen er zo'n 70 aan per maand. Dus we zitten nu in 1600 Coolblue'ers. Terugkijken, het is natuurlijk lastig, maar hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat vind ik echt heel lastig. Het is ook gewoon gegaan zoals het is gegaan, zeg maar. Zal ik even vertellen? Kijk, Daniel, we zijn hier bij het live partner event van de Vierde Musketier. En Daniel, dit is dus Bart Kuipers. Ja? Cool. Ondernemer van Coolblue. Ja? Supermooi. Groter dan de Mediamarkt. Een supermooi bedrijf. En Bart, hoe was het bij de live partneravond? Inspirerend, ongelooflijk. Ja. Wat een avond. Ja, ik vond het tof. Dankjewel. En bedankt voor je fantastische speech en duimpjes omhoog onder de video. Hij gaat nu terug naar Rotterdam, naar Feyenoord. Yes? Ja, oké, man. Hey, later. Dankjewel, man. Hey, tof. Hey, man. Mr. Photographer. Smaakt het ermee? Ja, heerlijk joh. Ik ga ook gaan zoeken. Nou, dit is mijn diner. Dat is even gaaf te vertellen trouwens. Ik moet zeggen, natuurlijk, als vlogger word ik nu steeds bekender met de camera aandoen op de juiste momenten en de timing. Maar gelukkig had ik net nog bij de uitgang, was ik erachter gekomen dat het voorstel videootje met Henk en Bart, had ik in plaats van de aanknop hem op de uitknop gedrukt. Dus ik heb het met hun een hele leuke welkomstintro gevlogd toen ik hier binnenkwam. Alleen die was dus niet gelukt. En wat was nou het leuke daarin? Dat Henk Storvogel, de oprichter van Vierde Musketier en ook het Business Live Event hier, zei dus gaaf dat ik er was en stelde me voor aan Bart Kuipers, de oprichter van Coolblue. Alleen het hele leuke moment daarin was dat ik zelf nog niet echt bekend was met Coolblue. Ik had er nog niet zozeer van gehoord. Alleen dat fragment is dus helaas niet gelukt dat ik op de uitknop had gedrukt in plaats van op de aanknop. Dus daarin je ook echt een bemoediging geven. Merk je soms dat je iets hebt gemist, wees dan niet bang om die fout gelijk te herzien. En gelukkig zei Henk net nog, voordat Bart ging vertrekken, van weet je, we doen nog eventjes de
intro opnieuw. En vandaar dat ik dus zei, Daniel, dit is dus Bart Kuipers van Coolblue, groter dan Mediamarkt. En ik zeg Henk, hartstikke tof hier bij de 4M live organisatie te zijn. En ik zie nog uit naar het vervolg van de rest van de avond. Ik ga nog eventjes kijken in de dining room voordat deel 2 van de avond gaat beginnen. Het meegegaan wie te zijn, laat even onder de video weten wat jij ervan vindt. Nou, deel 2 is starting. Lekker joh, was lekker. We gaan nu een film kijken over het karakterweekend in Zwitserland. Het gaat worden waarin we de schoonheid van Gods schepping gaan zien en geraakt gaan worden door de kracht die daarvan uitgaat. Oké, dit is het. We zijn aan het eind gekomen van de avond. De intro ben ik verloren doordat ik op het verkeerde knopje drukte. Dus hier nog de auto. Stel je voor. Ja, ik ben Henk Stoorvogel, oprichter Vierde Musketier. We hebben echt weer een fantastische avond gehad. Was het niet zo, Daniel? Ja, was gaaf. Was heel super. Tof. Lekker gegeten, alleen maar mooie mensen. Ik zou zeggen, check vierdemusketier.nl. En check zeker ook gezond en slank en fit leven. En dat is helemaal toppie. Duimpjes omhoog, bedankt voor de uitnodiging. Ik zeg tot op het volgende keer. Oké, man, tot ziens. Nou, hier ben ik dan. Het is alweer ten einde gekomen. Ik vond het gaaf dat je er vanavond bij was. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Dan wil ik je vragen, doe onder de video de blauwe duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren hieronder op ons slank en fit tv.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van deze Bellinga bonus vlog. En tot morgen in de volgende video. Au revoir, vanaf dit prachtige kasteel in Putten. Oh nee, dat moet ik wel doen. Buikjes hebben honger, laatst heb je Bellinga. Oké, okay, Celine kijkt ook de vlog. Oh, Nutella. Oh, voor als je graag kilo wilt verliezen. Hoi hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Wij zijn Daniel Vaal, Bellinga, gezond leefstijlgezin. Leuk dat je weer een dagje met ons meekijkt. De kinderen die zijn al wakker, die zijn aan het spelen. Kijk, dat is gezellig. Leuk hoor. Hebben jullie lekker geslapen? Ja. Goed zo. En Daan zit ook alweer aan zijn ontbijt. Bonjour. Goedemorgen. Meteen eerst even de kinderen op de fiets naar schooltje toe. En dan gaan we meteen door naar de sportschool. Want Daan en ik gaan samen weer sporten. Oh, wat is het?